Goedendag. Ja, kletsnatte maandag, daar hebben we toch echt wel te maken in een groot deel van het land. Vooral in de zuidelijke helft valt veel regen. Problemen dus ook weer in het verkeer vandaag. Er stonden veel files deze ochtend en de late spits zou ook nog wel eens heel druk kunnen zijn. In ieder geval als je op pad gaat, neem je de paraplu mee, want het is ronduit nat. Maar ik gaf wel aan, er zijn wel verschillen in het land. Met name in de zuidelijke helft van het land valt veel regen. In het noorden van het land valt het allemaal reuze mee. Maar in het zuiden dus lokaal al meer dan 15 mm. En er gaat nog wel wat bij komen. Op sommige plekken misschien wel meer dan 20 mm. Want droog worden, dat zal het nog niet in het zuiden van het land. We zien hier ook die verdeling in het weermodel. Er gebeurt op zich niet zo heel veel meer in de kleuren. We zien langzaam in het zuiden nog wel wat oplopen. En later op dinsdag kan er wel weer wat regen bij gaan komen. Op deze kaart wordt dat eigenlijk allemaal veel duidelijker. We hebben te maken met een laag drukgebied dat boven Nederland ligt. En dit is dat neerslaggebied dat voor die regen zorgt, met name in het zuiden van het land. Verder is er veel bewolking aanwezig. En ook morgen zal er eerst nog wel wat regen vallen. Later wordt het wel wat droger. Maar in de loop van de middag vanuit het westen opnieuw een regenzone die het land binnentrekt. En opnieuw lijkt dan vooral het zuiden van het land met die regen te maken gaan krijgen. Nou, deze maandagmiddag dus ook nog regenachtig. En ook vanavond is dat het geval bij temperaturen rond de 7 graden. Doordat dat lage drukgebied aanwezig is, staat er maar heel weinig wind. Een zwakke wind uit verschillende richtingen. Ook in de nacht blijft er toch nog wel van tijd tot tijd regen vallen. En dat geldt ook nog wel voor morgenochtend. In de loop van de dag dan waarschijnlijk wel wat droger. Maar, ik gaf het al aan, die storing die vanuit het westen komt, kan later op dinsdag toch ook wel weer voor regen gaan zorgen in de zuidelijke helft van het land. Temperaturen morgen tussen 9 en 10 graden. En dat alles uiteindelijk bij een matige wind uit westelijke richtingen. Blijft het dan regenen? Nee, dat is niet het geval. Want woensdag en donderdag, dat zijn droge dagen waarbij de temperatuur ook flink omhoog gaat. Voor het midden van het land 13 graden en donderdag zelfs 16 graden. Dat wordt waarschijnlijk de beste dag van de week. Dan komt de zon ook af en toe tevoorschijn. Ook vrijdag ziet er nog wel goed uit, hoewel de kans op buien weer toe gaat nemen. En helaas, het weekeinde, dan is het toch weer ronduit wisselvallig en is die paraplu opnieuw nodig. Nog een fijne dag.